Yo, kijkers van Online Games, van hartelijk welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van de voetbalvoorspellingen. Goed, we gaan weer lekker verder waar we vorige week waren gebleven, dus dat komt helemaal goed. Perfect, goed. We hebben afgelopen week niet zo heel goed de punten gepakt, zie ik. Laten we eens eventjes kijken. 3 tot 9 januari, niet veel punten. 2, 2, 7, 0, 5, niet 0, dat was ie. Er zijn natuurlijk twee wedstrijden niet doorgegaan. Excelsior ADO niet. Top Os Jong AZ ook niet. Goed, maar de komende week natuurlijk wel weer wat. Dan doet de Eredivisie uiteraard natuurlijk ook weer mee. Dus dan hebben we daar ook weer behoorlijk wat punten. Het is natuurlijk vanaf afgelopen maandag. Vrijdag. PEC Willem 2. Ik zeg 1-0 voor PEC. Almere Roda. Hmm. 1-1. Excelsior wint met 1-0. Dordrecht 2-1. Eindhoven Jong Utrecht 2-0. Emme Helmond 3-0. Pak het ook een 1. NAC Volendam 0-2. Telstar MVV 0-1. Vivian PSV, ik zeg 2-1. ADO Top Os. ADO win met 3-0. Goed. Dat was het dan de zaterdag. NEC Heracles. NEC doet best wel goed hoor. Dus ik zeg 2-1. Feyenoord Vitesse 2-1. Twente Heerenveen 2-2. Go Ahead RKC 1-1. Utrecht Ajax. Ik zeg 1-0 voor Utrecht. Ja, laten we eens gek doen. Groningen PSV. Ik denk ook dat PSV punten laat vallen. Maken we er 2-1 van? Ja, 2-1. Doen we eens gek. Cambuur Sparta 1-1. Fortuna AZ 0-2. Goed, dus dat is dus van de komende week. Slaan we het op. Dan gaan we ook heel even naar de week erna. Want volgens mij zijn er dan ook KNVB bekerwedstrijden. Juist. En die moeten we in de extra voorspelling ook heel even doen. Zie je, sluitingsdatum 18 januari. Dus die moeten we even gaan doen. Goed. Eerst nog die maandag. 1-0. Dinsdag. RKC ADO Den Haag. Ik zeg dat het 1-1 gaat worden. Dit is alleen tot en met de 90ste minuut. Verlenging komt er niet bij. Dus ik denk dat deze met penalties en dat ADO doorgaat. Denk ik. Vitesse DVS. Ja, mag je Vitesse. Heerenveen Go Ahead Eagles. Ik zeg Heerenveen 2-0. Zo. Groningen NEC. Ik zeg Groningen eruit. NEC gaat door. NAC PEC. NAC speelt thuis. Ik zeg 1-0 voor NAC. Twente AZ. Laten we er 2-1 van maken. Twente gaat door. PSV Telstar 2-0. Ajax, ja, makkie. Zullen we er gewoon 6-0 van maken? 6-0. Goed. En dat moeten we even niet doen. Behoorlijk wat wedstrijden. Zie ik. Goed. Opslaan. Dan willen we naar de extra voorspellingen gaan. KNVB-week. Kijk.
We moeten dit allemaal meteen doen. Oké, laten we dat doen. We gaan eerst eens even kijken wie tegen wie dat speelt. Want dat weet ik nu niet meer. We gaan gewoon op Google tikken in KNVB beker en dan komen we er vanzelf uit. KNVB beker. RKC ADO, wie hadden we gezegd? Wordt die automatisch? We hadden gezegd, ja, ik zeg maar penalties ADO. Oh, het gaat helemaal fout. ADO. Vitesse. Heerenveen, sowieso. Denk ik, Heerenveen. Groningen of NEC? Wie had ik alweer gezegd? Volgens mij had ik NEC gezegd, ja. NEC, NAC Twente, NEC, NAC Twente. NAC Twente, PSV. Ja, PSV dus. Dan Ajax. Oké. Dus de vier halve finalisten. Ik zeg Ajax, Twente. PSV gaat niet redden. Heerenveen en Vitesse. Finale doorgaat Twente, Ajax tegen FC Twente. Ja. Ik zeg Ajax. Aan de ene kant Twente, maar ik denk dat Ajax kan de beker gewoon weer gaat winnen als vorig jaar. Seizoen ook gedaan, afgelopen seizoen ook. De leegloop bij Paris in slechte zaak, dat weet ik niet. Oké, dat hebben we dus gedaan. Dan. Even kijken. WK-kwalificatie. Ja, dat was natuurlijk al voorbij. Conference League. Is daar een speciale datum? Nee, oké. Hier kan ik nog niet verder intikken. Europa League. Kan ik ook nog niet extra doen. Champions League wel. Maar dat kan tot 15 februari, dus daar wacht ik nog heel even mee. Dus hou nog een maand de tijd voor. Oké. Ik ga dus nog even op wachten. Kijk maar, dan op de 70. Dus dat is goed. Wedstrijden. Ah, hier staat het ook meteen op. Zie je, dus maar dat komt goed. Goed, dus we weten hoe we het KNVB-beker hebben gedaan. We hebben dus alles, ja, extra punten. Het is gewoon gokken, het is gewoon puur gokken, daar gaat het om. Maar hoe staat het nou op welke posities? Ja, dat kunnen we binnen volgende week gaan kijken. Ja, laten we dat dan volgende week gaan kijken, ja? Dan ga ik het hier zo belaten, jongens. 10 minuten bezig, nou prima, goed. Dan zien we elkaar weer volgende week weer terug. Kijk eens. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot volgende week, dan weer gaan, jongens. Mazzel!